Hello, guys. Dat dacht ik dus al. Sonk! Wat dan ben jij voor grote reus dan? Why, yo, maat! Welkom terug allemaal bij een nieuwe Resident Evil Village aflevering. Aflevering nummer 9 alweer. Reden dat ik niet gelijk echt in-game begin is omdat ik niet weet of we nu gelijk achtervolgd gaan worden of iets lijps. Dat er misschien iets lijps gaat gebeuren, want de vorige aflevering heb ik geëindigd met een cliffhanger. We hebben een hele lijpe baby achter ons aan zitten. Een soort van baby raarachtig monster. Het is pikken donker. Als het goed is, als we zo meteen in-game komen. Nou ja, het is eigenlijk niet zo goed, maar je snapt wat ik bedoel. Het is donker. Oké, hier eindigde ik. Echt op een cliffhanger. Ik was net aan ontsnapt van de baby. Oh, dat zijn die pop-dingetjes die ik hoor rinkelen. Oké. Ja, je hoort al gelijk het spannende muziekje. It is not over yet. Oh, we hebben hier een fuse. Fuse from the bedroom breaker box. Waar hebben wij ook weer een fuse plek gezien? Oh, daar moet ik echt even nadenken. Was dat niet in de plek van de put? Was dat bij de put? Kut. Waar was het ook alweer? Hebben wij niet hier een fuse gezien? Hier ergens? Oh, beweeg je trouwens snel door die map heen. Of hier? Oh, jongens, ik weet het niet meer. Die put is zo geen fijne plek om naartoe te gaan. Huh? Maar ze gaat deze niet open. We konden toch gewoon naar daarheen? Daar zijn we toch al geweest? Ondertussen eventjes mijn airco aan. Oké, but this is not good. Ik weet namelijk niet waar ik die fuse in moet proppen. Ik weet dat het ergens moet. Nou, oh, die stinkbaby. Daar moet een fuse in. Stop. Fuse. Hey! Flikker nou op! Kut, ik kan hier niet meer. Hey? Ik zie je niet. It is dark as hell! I don't see shit! Zo, wat nou? Wat nou? For real. Wat nu? Die pop is ook weg. Was dat al zo? Ik heb geen idee. Was die pop al weg? Pauperbeest zit nog steeds achter me aan, volgens mij. Kan ik hier nog iets doen? Ik word echt helemaal gillend gek. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik loop nu maar gewoon ergens heen. Niet wetende of ik nu de goede kant op ga. Ik heb geen idee. Werkelijk maar geen idee. Hier kan de kast open, toch? Oh ja, doe vooraf de kast dicht. Handig. Jesus Christ, man. Zit ik nou in die kast of niet? Oh, ik krijg er helemaal heet van. Holy shit. Ik begin zo wat te zweten, letterlijk. Wat is de bedoeling? Like. We hebben de fuse erin. En dan? Moet ik in de lift? Kan ik in de lift nu?
Is dat het? Kan ik nu in de lift? Oh mijn god. Ik heb mezelf zwaar in de nesten geholpen nu. Ik heb mezelf zwaar in de nesten geholpen. Ik zie namelijk geen shit. I don't see shit, man. I don't see shit. En het probleempje waar wij dus mee zitten is dat die baby hier is en dat ik nog terug moet naar de lift. Go away. Ik heb alleen... ik heb het niet slim gedaan, net, jongens. Nu ga ik achter die baby aanlopen, snap je? Dit is niet slim. Ik moet dit hele pad teruglopen. Nee, dit was echt stupid. Stupid. Helemaal gek van het geluid wat ik ook, joh. Helemaal gek. Oké. Laat ik het zo zeggen. Ik ga terug naar de lift. Als dat niet hetgeen is wat ik moet doen, dan heb ik echt een probleem. Want ik heb geen idee wat ik dan wel moet doen. Alright. So that's it. En met dat gezegd hebbende, we are just going to run. Ik ga gillend gek worden. Ik zeg het jullie nu alvast. Sorry voor de eerreep. Wat zometeen most likely gaat plaatsvinden. Want ik word hier gewoon gillend gek van. Zo is het gewoon. Dag lift. Ga maar erin. Knop. Knop. Jee. Bui. Oh, jongens. Dit is denk ik wel het spannendste gedeelte tot nu toe geweest in Resident Evil. Right? Resident Evil... Ik hoor de pop. En de pop vindt het heel grappig. What's so funny? What's so funny? Piece of crap. What's so funny? Jij bent gone zeker. Oh nee, hij ligt er nog. De clownpop. Ah, weer een pop. Nog meer poppen. Oh, een cutscene. Oh jee. Hey. I can't let you. You're still alive. Ik heb niet eens wapens, wat wil ik doen? Oh nee. Oh no. Try and find me. Kut. Ik kan er zeker niet uit, hè? Nee, dacht ik al. Dat had te makkelijk geweest. Oké.
Ik ben heel goed in verstoppertje speler. There you go. Got you, piece of shit. Oh. Fucking monster. Boom! Ligt jullie onder een bed? Nee? Alright, I like this game. Kom maar op. Kom maar op. I don't care, man. Kom maar op. I will hunt your ass down, man. Oh, hunt your ass down. Is hij nu hier? Is hij hier in de kast? Hallo? Oh, wat een leuke stopplek geweest. Oh, kut. Ik snap nu wat ze bedoelen met de time is ticking. Kut. De tijd tikt dus. Als je haar voor die tijd niet gevonden hebt, dan gaan ze je aanvallen. Is dat wat hier gebeurt? Ja, hè? Dat is wat hier gebeurt. Zo, so, I will most likely die. Ja, there you go. Yep. Maar ja, waar is ze dan? I don't fucking know, man. Where is the bitch? Ik zou toch zeggen hier ergens of zo? Hier dan, zit je hier in deze kast? Ook niet. Gast, waar de pauper ben je? Je hebt nu al een betere verstopplek, pauperpop. Holy damn, man. Shit, geen idee. Ik ben van mijn gevoel overal geweest. Boven in een andere ruimte, dat zou ook nog kunnen. Waar kan ik nog heen? Waar ben ik nog niet geweest? Kutzooi. Ja, die poppen gaan me weer aanvallen. Ja. I'm done. I'm done. Hey! Hallo! Nou ben ik fatal. Nou ben ik fatal. Yep. Dus, one more time, and I'm dead. Okay, I get it. Goed, hier ben ik ook al geweest. Hier is niks. Boven ben ik geweest, daar is niks. Hier ben ik geweest, daar is niks. Dus dan moet het hier ergens zijn. There's no other way. Kijk, daar ben je, stinkert. Oh, man. Ben je nou een keer dood? Of nog steeds niet? Hey, het regenerate me wel weer. Dus nou kan ze wel weer op een van de plekken zijn waar ik net niet heb gezocht. Ze is hier ergens. Ja, there you go. Oh. Boom! Ah, dit gaat goed, jongens. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Hey. Hop. Klaar. Is wel over en uit. Over en uit. It's over. I guess it is, man. I guess we did it. I guess we fucking did it. Hey. We'll make things right. Een sleutel? Oké. Okay. That's nice. Mag ik ook van jou dat ding van Rose? Kijk, die zochten we. Juist. Good. I need to get out of this ja, place. Gaan we doen. Heb ik weer mijn loot? Oh, wat is dit? Examine. Hey, combined with the four-winged key. Four-winged... So behind all this. Oké. Okay. Nou, ik heb weer een sleutel, volgens mij. Makes two. Mag ik eruit? Oh, zo makkelijk gaat het dus niet. Oh, jawel. There you go. There you go. Is er een storm? Volgens mij is er een storm. Ik heb mijn loot ook weer terug, neem ik aan. Juist, oké. Well, huis van de poppen. Tot ziens. Ik ga hier nooit meer naartoe. I guess so, in ieder geval. Ik denk inderdaad, zat de kruis ook doorheen. Dit huis hebben we ook gehad.
Zo, dat was een avontuur, hè? Ik verwacht alleen wel dat we hier worden opgewacht of zo. Want dat zou te makkelijk zijn om nu te denken van... we lopen even lekker rustig terug. Niks aan de hand. We're chilling en zo, weet je wel. Ik geloof dat gewoon niet helemaal. Of zo. I don't buy it. I don't buy it. Maar we gaan naar beneden. Moeten we naar beneden? Dat weet ik niet eens meer. Is het nu... Klopt het nu dat we naar beneden gaan? Voor mijn gevoel moeten we juist omhoog, maar... Kan het mis hebben. Kan het mis hebben. Oh nee, die bergen staan best wel op een hoge bergkant. Nee, oké. Okay. Zou er best wel kunnen dat we naar beneden moeten. Hier heb je nog die Stacy Treasure, ja. Kunnen we daar misschien iets mee? Kunnen we die nu openen of zo? Het is niet voor niets treasure, right? Misschien hebben we nu iets gevonden... waardoor we die treasure kunnen openen. Hallo. Hallo. Kunnen wij hier nu iets mee? Ah, nou. Ja, maar je kan hier wel iets usen. Deze? Wat kunnen wij hier usen? Om ervoor te zorgen dat we deze treasure kunnen unlocken. Ik ben echt benieuwd. Ik denk niks dan. Ik denk niks. Nee. Want kan ik nog hiermee iets dan? Jawel, dit is die key. Dat kwam er heel voicecrack-achtig uit. Maar dit is die key. Waar ook op staat hier. Ey Beneviento, 1987 tot en met 1996. Als we dan vervolgens hierheen gaan... Dan staat er volgens mij precies dat. Ja, ey Beneviento, 1987 tot en met 1996. Dus waarom kan dat hier niet dan? I'm trying to understand, guys. But, you know, I cannot understand. Misschien moeten we deze sleutel gebruiken voor een deur. Waarmee we dan verder kunnen. En dat we dan achter die deur een item kunnen vinden wat we daar kunnen gebruiken. Misschien was dat heel ingewikkeld zoals ik het zojuist omschreef. Maar misschien dat je het gewoon begrijpt. Waar is mijn mes? Want die moet wel even geëquipt worden. There you go. Toch? Ja. Boom. Hartstikke idee. Waar zijn we nu überhaupt? Hier kon ik op... Hier, dit heb ik op de heenweg helemaal niet gezien. Oh, hallo. Oh. Oh. Maar hoezo zijn jullie hier ineens? Hey. Oh, je staat ook gewoon op. Jullie denken, wij zijn strong met z'n allen. Nee. Want ja, leuk dat jullie dat denken. Dat jullie sterk zijn en gek zijn. En kijk, ons dus lijp doen. Hè, dat soort praktijken, man. Ik heb daar gewoon niet echt zo'n boodschap aan of zo. I don't feel it today, man. I just don't feel it. Jullie mogen gewoon best wel doodgaan. Ja. Ja. Hey, een lockpick. Wat, Zo, dat is nou weer de bedoeling. Weer allemaal lijp doen. Ah ja, weer lijp doen. Yo, kijk mij eens lijp doen. Ja. Maar toch ook weer nee. Oh, wat was dat? Oh. Blijkbaar kan je jezelf heel snel omdraaien door op B op de controller te drukken. Rondje op PlayStation controller. In case you guys care. Oké. Okay. Nou. Oh. Wat is dit? Wat is dit? What? Is dit een sterkere shotgun? I guess so, my guys. I guess so. Shortcut op rechts. Ja, 100%. Kunnen we gelijk wel even wat ammo ervoor maken? Yes, we can. Yes, we can. Alright. Verreload het ding. Oh, kan niet. Wow. Wat is dit voor lijpe Ganu? Holy damn. Even kijken. Missen we hier nog iets? Ja, wat ik al zei. Voor mijn gevoel. Konden we hier op de heenweg helemaal niet heen. Dus of ik heb het gemist, of we kunnen er ook pas echt nu heen. Omdat wij het, ja, I don't know, dat hebben gecomplete, you know. Nou. En ik ben ook echt nog steeds benieuwd hoe we die treasure gaan openmaken. Ja, dat is bedoeld om uit de jumpscare, hè. Lukt ook wel redelijk, hoor. Maar het was nog mild. Het was nog redelijk mild voor mij doen. Oh, is die shotgun gewoon zo slap? Dat is dood, man. Huh.
Jezus, man. Ik dacht, ik schiet één keer met die shotgun en hij gaat wel buiten Westen. Maar dat werd hem even niet. Alright, laten we even doorlopen. Ik wil nou even zeker weten dat ik niks gemist heb, weet je wel. Kijk. Hey! Is dit de brug? Ja. Ja. I guess so. Hier kwamen wij Mia tegen. Toch? Volgens mij wel. Maar waar, wat is dit dan? Zijn we hier ook al geweest? Undiscovered area. Toch? Ja, it's undiscovered shit. Kom hier. Hey, dit kennen wij. De well wheel. Hoppakee. Even optaken, liches. Kijk eens. Een head. Kunnen we waarschijnlijk verpatsen. Of misschien is dit om die treasure te doen. Is het een key item? Let me see. Nee. Is het treasure? Fuck. Het is wel combinable. Met wat dan? Met wat is het combinable? Met iets. Oké. Okay. Maar het zal dan wel niet voor die treasure zijn. Ook al is het wel zo'n pophoofdje, weet je wel. Maar dan nou, man. Anders had het een key item geweest, lijkt mij. Toch? Als we daarmee die treasure konden openen. Oh, dat is dan best wel een groot huisje op zich. Wat is dit? Hiermee kunnen we ook weer iets. Looks like there's a hole. Oh, je moet er weer zo'n balletje in stoppen. Die we nu niet hebben. Oh, good to know. Hier kunnen we weer iets. Zie je? Net zo, er moet zo'n balletje in. Net zoals in die ene ruimte toen bij Ollebolle Gijs. Explosive rounds? We vinden in één keer heel veel nieuwe shit. Hey, oké. En we hebben hier weer een sleutel. Lufier's key. En we kunnen saven. Alright, wat is dit allemaal, joh? November 10th. Mr. Strana is now Mother Miranda's adopted daughter. In all my years, I've never been this overjoyed. Ever since childhood, she has always feared others due to the scar across her face. After her parents' death, she locked herself away and would only talk to Engie, the doll her father made her. I'm forever thankful to Mother Miranda's infinite compassion. Mrs. Donna seems happy. It might be my imagination, but I feel like her doll Engie is even more lively than before. She came to me in the garden today and used Engie to talk with me. We had a mighty fine conversation. Something about receiving a gift of power from Mother. Nou, dat is dus dat ding wat ik heb gevonden. Mrs. Donna gave me yellow flowers and told me to plant them in the garden. I planted them in front of Miss Claudia's grave. I don't know if it was the scent of the flowers, but I felt lightheaded. Then, like a dream, I saw my departed wife. Hey, dat komt me bekend voor. Dat heeft Ethan ook meegemaakt. I mentioned this to Donna and she seemed thrilled by it. She told me to go to the house tomorrow and see her. She thought I could see my family once more. I'm not sure what she meant by that, but she's so kind. Oké, hier heeft dus iemand geleefd. En die is in het trucje van de pop gevallen. Daar komt het op neer. En die heeft waarschijnlijk ook dat hele avontuur moeten overleven wat ik al ben ondergaan met die fucking lijpe baby en shijs. Nee, het verschil is wel, ik heb het overleefd en ik denk de vorige eigenaar van dit huisje niet. Heb ik gewoon zo'n vermoeden van, dat die het niet heeft overleefd. Goed, hier kunnen we dus zo'n bolletje in stoppen, maar die hebben we nog niet. Hier kunnen we het raam uitspringen, want misschien is er nog meer. Nee, hier zijn we al geweest trouwens. Hier zijn we al geweest. Oké, laten we toch nog even dubbel checken dat wij dat dolletje wat wij hebben gevonden niet kunnen gebruiken om de treasure te unlocken. Ik weet eigenlijk wel zeker. But you know. Let's try it anyways. Laten we toch nog voor de zekerheid even gecheckt hebben, want het zou maar wel zo zijn en dan is het gewoon zonde. Dan zou het zonde zijn. Goed, hallo. Accepteer je dit? Nee? Oké, ook afgecheckt dan. Accepteer jij... Oh, nou, we mogen niet eens een ander item erin stoppen, stom. Je mag natuurlijk op zo'n plek alleen maar key items erin stoppen, dus eigenlijk is het ook wel... Ik denk als we het vinden, denken we, ah, we got it, weet je wel? Tot die tijd moet ik niet gaan denken dat ik het gevonden heb, zolang het geen key item is. Oké. Well. Ik hoorde allemaal nog dingetjes kraken en ritselen en doen achter me, maar ik geloof het allemaal wel. We lopen lekker door. En we gaan terug naar Hollebolle Gijs. Lang niet gezien. Wat gebeurt er allemaal? Oh, vlieg weer van die pauperbeesten onder mij.
Okay. That's nice. That's nice. I guess. Is that nice? Jij bent sowieso niet nice, dus you know, you can piss off. You can piss off, my dude. Hey! Wow. Is het weer treasure wat ik nu heb gevonden? Wow! Nou, dat is duidelijk geen treasure. Piss off, mate. Okay. Even checken hoor, wat het is. Wat hebben wij zojuist gevonden? Ja, weer treasure. Okay. Kan ik dit combinen? Hoe combine je überhaupt iets? Kan dat? Is dat een ding? Is dat een ding? Examine? I don't know. I don't know, man. Goed. Hey. Bij. Pistol is ook gewoon echt sterk. Moeten we niet onderschatten. Hello! Stonden de kaarsjes al die tijd al aan? Volgens mij wel, hè? Volgens mij wel. Oké. Okay. Hey, hollebolle Gijs. Hoe is het, maat? Oh, hij zit met een poppy. Zie je dat? Does this look familiar to you? Ja, zeker. The Duke's Kitchen. I've procured some new items for you, Mr. Winters. Okay, ja, ja, leuk. Ja, het kunnen we allebei verkopen, maar je kan het dus ook allebei combinen. Dus ik wil even kijken. Is het combinable? Valuable? Volgens mij niet. Volgens mij is dat niet combinable. Supplies. Laten we sowieso eventjes bij jou wat shotgun ammo kopen. Want daar zitten we toch maar elke keer wel echt low in. Zo. Anything else? Hebben we nu... ja. Till next we meet. Top. Gaan we hier even dat ding inzetten. Jonk. Here you go. 2 van de 4. Heel goed. Nog 2 te gaan. Kunnen we daar nu heen? Want waar gaat dat ook weer heen? Ja, daar zijn we zelfs al geweest. Wat is dit dan ook weer? De drawbridge. Kunnen wij die brug nu niet... I don't know. Kunnen wij die brug nu... naar beneden doen? Of juist ophalen? Dat was 1 van de 2. We moesten ook weer doen. Kijk. Past daar die well wheel in? Let's try. Nee. Ah. Alright. Want waar kwamen we er verder? Hier was nog iets, hè? Ik wil even weten wat hier ook weer was. Ik ben het namelijk echt totaal vergeten. Compleet vergeten wat hier was, is. We gaan even checken. Sowieso waren helemaal van die paupermonsters, maar dit had allemaal gekild. Wat was hier ook alweer te doen? Hier waren die 4 lords, als het ware. En hier kan je weer iets op neerzetten. Ik denk dat dat voor later is. Ja, ik weet het eigenlijk wel zeker. En ik vraag me ook af waar ik dat sleuteltje voor moet gebruiken. Met die kleine gitaar eraan. Even kijken. Deze. Kleine viool is het eigenlijk. A key for the Lucier's house on the west side of the village. Oh, er staat ook gewoon letterlijk bij. Waar het voor is. Ben ik hier ook al geweest? Ja. On the west side of the village. Lucier's house on the west side of the village. Noordoost, zuidwest. Dus dan hier ergens. Oh, water wheel weapon. Is dit het niet? Dit is een huis met treasure. Maar ik weet niet of dat het huis is, natuurlijk. Of is dit het huis? We gaan eens even rondspeuren. Want ik wil weten waar die sleutel voor is. We vinden hem niet voor saus. En als het dan de west side of the village is, dan is dat waarschijnlijk dus ook gewoon een plek waar we nu al heen kunnen. Maar waar ik voorheen van dacht, ah, oh, kut, hij zit op slot, de deur, weet je wel. Nou, nu niet meer. Denk ik. Hier, kunnen we hierin ook? Let's see. Ja, fijn. Fijn. Gooi maar open. Heel goed. Oké. Hallo. Maar, dit is... Hoi! Zo, mogen. Jezus, jongens. Dit is normaal, man. Hé, hey, ouwe hobbel, man. Wat is dit voor een beest, joh? Jezus. Wat is dit allemaal? Donder is op. Ja, ben je klaar? Met aan mijn vreten? Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Hé, joh.
pauperbeest. Donder op, joh. We zijn allemaal lijp aan het doen, man. The ones are severe, against shuffling about outside. It's barely flinched when I shot it. I feel like it's toying with me. That isn't a wolf. Still, I won't lie down like a dog. If I can get to the old watermill, I can stop it. I can protect you. It's so close. Damn, I'm so cold. My legs won't work. I'm so sorry, Louisa. Please forgive me. Okay, hier staat een tip in. Ik moet dus de old watermill. De old watermill. Geen idee. De old watermill. De old watermill. Bij. Als ik wel helemaal grijs ben, dan doe je me geen kwaad weg, zeker. It's fine, you know. Alright, de old watermill. Is dat dit? Is dat dit? Old watermill. Nou, met bullets ga ik hem dus sowieso niet killen. Dat is één ding wat duidelijk is. Hier is ook nog treasure, hè? Zoveel treasures en shies. Hier dus ook nog. Maar je kan geen waypoint zetten. Dat is wel even lastig eigenlijk. Is dus een waterwheel weapon. Is van alles gaande, jongens. We gaan wel gewoon een beetje rondlopen. En kijken op welke plek ik denk van... Oh ja, daar kan ik nog wel iets. Want waar ik net dus was, was daar. En daar kan je dus via hier niet komen. Oké, dus nou snap ik waarom we die deur even open moesten maken. Dat was best wel belangrijk. I get it. Hebben we hier alles al geloot? Wacht. Begin ik hem nu te begrijpen? Even checken. Ik stond net tegen deze deur aan. Right? Tegen deze deur stond ik aan. Gelijk rechts om de hoek heb je inderdaad een huisje. Dat is dit huisje. Daar ben ik blijkbaar nog niet in geweest, want er is een waterwheel weapon. Huh? Oh, hier. Iron Insignia Key. Heb ik die? Heb ik die? De iron... Ja, die heb ik. Oké. Okay. Dan wil ik daar wel heen. I wanna go there. I wanna go there. Want we kunnen daar blijkbaar een mooi wapen halen. En dan ben ik geïnteresseerd. Dan heb je mijn interesse. Dan heb je absoluut mijn interesse. Dus we gaan er even heen. En ik moest daarvoor dus hebben nog één keer even dubbelchecken. De Iron Insignia Key. De Iron Insignia Key. Yes. Jonkie jonkie dee skies. Jonkie jonkie dee. Ik hoor de wolf. Ik zie hem alleen niet. Vervelend. Gaan we toch? Ja. Yes. Iron Insignia Key. Iron Insignia Key. Meep. Deurtje dicht. Oké. Ponk. Explosive rounds weer. Wat kan je daarmee? Wat kan je? Kan je dat in je gun stoppen ofzo? Explosive projectile that damage a wide area. Examine. Oké, maar... Wat kan ik er nog meer mee dan? Ik kan er voor nu gewoon niks mee. Oh, voor grenade launchers. Oké, die hebben we nog niet gevonden. Hey. Oh. Fuck. Ja, maar als ik het nou gewoon zo verplaats, dan kan het wel. Wacht even, close inventory en dan wil ik hem... Maar is die dan weg? Oh, echt, als die dan weg is, hè. Ik gooi dit wel weg. Jongens, wat is dit nou? Ja, kijk. Oh, ik even dat mijn... De deur ging ook open, maar dat kwam door mezelf. Even zien, kijk, want als ik deze nou gewoon verplaats... Ik kan dit toch gewoon verplaatsen, of kan dat niet? Nou, jongens, wat is dit nou weer voor gedoe allemaal? Kijk hoeveel ruimte dat ding inneemt. Dit kan je niet wegdoen. There are items which cannot be discarded in your inventory. Ja. Dan moet ik waarschijnlijk weer terug. Om meer ruimte te kopen. We rennen maar gewoon even.
Terug naar Hollebolle Gijs. We moeten meer inventory space kopen. I guess that's just what we gotta do. Sup, maat? Oh, good. Yo. I was just thinking of ways to pass the time. Weet je wat we gaan doen? Ik heb een goed idee. We hebben natuurlijk al een nieuwe shotgun gevonden inmiddels. Dus, we gaan hierheen en dan verkopen we dit apparaat. Ja hoor. There you go. Gaan we hierheen en dan... Is dit hem toch? Wat is dit? Ik zie nergens staan wat het doet. Oh jawel, extra baggage. There you go. Please let me know if you'd like to strengthen next. En dan gaan we hem nu weer even halen. Als ik nou nog niet genoeg inventory space heb, ja zeker wel, kom op nou. Dat staat ook gewoon echt dom ingedeeld, al die pauperzooien. Is het nou... Oh. Hey buddy. Hey buddy. Where are you going? Wat een raar beest is het ook, hè? Een akelig beestje. Akelig beestje. Oké. Okay. Ja! Nice! Oké, okay, is hij gereload? Wat moet ik allemaal doen? LT plus A. Wat? Ik doe nu LT plus A, maar er gebeurt... Nothing happens. Alright. Laten we hem sowieso even instellen. Dat lijkt me sowieso wel een goeie. Alleen... Ik weet niet hoe ik hem moet killen, dat beest trouwens. Er stond een tip. En dat was dus bij de watermill of zo. Daar moest ik blijkbaar heen. Is dit de watermill? Hier, wat zei jij me ook wel, vriend? It barely flinched when I shot it. Ja, dus je moet niet op hem schieten. The old watermill. I can stop it. I can protect you. It is so close. The old watermill. Is dat niet bij Louise's house? Daar heb ik toch zo'n windmolen staan? Maar, ja, ik moet eigenlijk even de vertaling weten van watermill. Het zal wel watermolen zijn. I don't know, jongens. Even kijken, zijn er nog meer treasures waar ik bij kan? Maestro's Collection, hier zit een lock. Ik denk dat ik daar wel bij kan, toch? Ik denk dat ik daar wel bij kan. Gewoon eventjes een beetje treasury zoeken. Dat is wel lachen, toch? Ja, want hier kan ik niet... Nee. Ja. Deze kant op. En dan... Voel loop ik me hier vast. Oh nee, kijk. Zo. En dan... Hier langs, ja. En dan zo. En dan kan je hier onderdoor. Right, ja. Oké. Okay. We gaan even op zoek naar schatten hoor, jongens. Zo. En dan... Even kijken. Hier zo rechts omheen lopen. Of links omheen lopen eigenlijk zelfs. Zo. Oké. Okay. En dan komen we hier als het goed is uit bij een slot. En... Die kan gewoon kapot. Hello there. Had ik waarschijnlijk toen de tijd al kunnen openen, maar toen wist ik niet dat je zo'n slot gewoon kapot kan slaan. Letterlijk, met een knife. Hoppa, hoppa, kijk eens. Dat had ik al veel eerder kunnen vinden. I guess. Maar, waar is die treasure? Die zou hierin moeten zitten. To one with may concern. Due to the Ludier's long absence, I'm keeping hold of his house key. Please find me if you need it. Ja, die heb ik. Ah! Hey! Is die sleutel onder ergens goed voor? Oké. Bonk! Sniper rifle ammo. Openmaken die shies. Camfloot. Is dat de treasure? No way. Hier zit de treasure in. Huh? Kan ik deze code weten? Kan ik deze code weten? Hier stond toch een datum op? Of niet? Volgens mij was dit...
Ik had iets gevonden, toch? Met een datum. Volgens mij is het deze sleutel, hoor. Kut. Oh, hier, kijk. I will never forget her 5th birthday. Kut. Haar 5e verjaardag. Haar 5e verjaardag. Waar doelen ze op? Hé, hey, deze kunnen we trouwens combinen. Of niet? Combine. Ja. Ja, there you go. Oké, cool. Deze kunnen we heel goed verkopen. Shit. Waar zag ik die datum dan staan? Well, never forget her 5th birthday. Oh, misschien missen we gewoon nog iets. Nee, ik moet het al kunnen weten. Most likely moet ik het al kunnen weten nu. Area is nog steeds rood. Maar komt het dan omdat ik de treasure nog niet heb geopend? Misschien moeten we ergens op een foto kijken of zo. Dat er iemand jarig is. Of iets dergelijks. There you go. Hier hebben we het al. 27.09.17. Ah, oh, wat vies hoe ze dit weer doen. 27.07.17. Oh, moeten we deze andere kant op doen. Toch? Of zeg ik het weer verkeerd? Heb ik het weer verkeerd gezien? 27.09.17. Ik kan zo slecht onthouden, jongens. Echt, dat moet jullie echt van mij weten. 09. There you go. Oké. Nou, laten we dan wel verwaard zijn, hè? En dit is dan? Wat is dit? High Capacity Mac. Oh, dat is serieus wel heel nice. Die kunnen we dan weer combinen, denk ik, of niet? Equip part. En dan die. Oké, cool. Cool. En wat was dat andere wat ik had gevonden? Secret treasure. Ja, very valuable. Nice. Oké. Nou, leuk detail. Dat we dat sleuteltje dan vinden in zo'n safe room. En dat we daar uiteindelijk gewoon leuk geld mee. Leuk geld aan kunnen verdienen. Hier moeten we dan waarschijnlijk heen om die wolf te killen of iets dergelijks. Maar kan ik niet nu al gewoon naar een andere bos? Hier moeten we dan heen. Of. Oh, hier staat ook nog een treasure. Louisa's Heirloom. Daar kunnen we ook nog even heen. Naar Louisa's place. Ja, laten we dat ook nog even doen. Ik loop dan wel gewoon nu even ergens heen. Ik weet niet of ik nu goed ga. Graveyard. Workshop. Ja, we moeten naar de grave. Oh, ja, dat kan natuurlijk niet. Dan lopen we hierheen. We gaan gewoon even lekker wat rondlopen. Misschien komen we wel tegen. How about that, guys? How about that? How about that? Hier waren we trouwens helemaal op het begin. Hier heb je een lockpick. En die hebben wij. Wat hoor ik? Wat de pauper fuck hoor ik? Wat? Hey! Ik ben nooit zo geschrokken van de varken, ouwe. Jesus Christ. Echt nooit in mijn leven. Zo erg geschrokken van de varken. Weer een lockpick. Oké. Jongen. Goed, hier is die lockpick ergens, toch? Ik kan hem namelijk inderdaad ook herinneren. Kijk hier. Hier zo. Ja, dat dacht ik. Hoppakee. Kom maar door. Give me the shies, bro. Give me the shies. Zeg maar wel dat het waard was. Sniper rifle ammo. Gebruik ik eigenlijk niet echt. Ik vind te veel wapens. Legit, ik vind echt te veel wapens. Ik weet niet wat ik er allemaal mee moet, joh. Oké, deze put hebben we nu ook gehad. Hier is blijkbaar nog ook iets unlooted.
Hebben wij nu daar de materialen voor om te looten? Wat zoeken we hier dan? Ligt het zeker hierboven? Ja, ligt daarboven. Oké. Okay. Gaan we hierheen. Do not enter. Hebben wij scheid aan. Hoe komen we daar ook weer boven? We zijn er een keer geweest. Maar ik weet niet hoe ik daar kwam. Hier hebben we alles al afgerond ook. Of konden we daar wel komen via... Hier. Nee. 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 Kunnen we hierheen? Nee. Nou, dan heb ik geen idee wat we nog in die ruimte konden vinden. Dus er was wel niks heel erg bijzonders zijn of zo. Gaan we hier weer heen? Gaan we weer even terug. Lopen we nu niks voorbij? Nou, we kunnen er even nog een kip killen. Maar... Boeien. Hier kunnen we ook weer nergens heen. Ja. We gaan eens eventjes naar Louisa's place. Want daar hebben we ook een treasure. En misschien... Dat we die wel kunnen openmaken. Met wat we nou hebben gevonden. Hé, hey, dat is... Jij staat gewoon even op uit het graf. Alright. Ja, moeilijk te killen. Hé, hey, ja. Kijk, het is open, het graf. Nice, kunnen we dat ook eindelijk pakken. Wordt ook eens tijd. Even kopen, dankjewel. Wat is het? Was het worth it? Hey! Ja! Oh, oké. Okay. We kunnen hiermee... Treasure? Ja, we gaan er gewoon gelijk heen. Fuck it, we gaan er gewoon gelijk heen. Dan kunnen we dat onderdeel echt helemaal afsluiten, weet je wel. Anders houden we dat weer in ons achterhoofd van... Oh ja, ik moet nog een keer terug naar die poppen... Jijs. Om die treasure te openen. Ja, dat schiet allemaal niet op. Laten we gewoon nog één keer even teruggaan daar naartoe. En dan fixen we dat, oké? Okay? Dan hebben we die treasure. Alright. I prepare for the worst. Ik geloof niet dat het zo makkelijk mag gaan. Even dat dingetje erin douwen en we hebben de schat. I don't buy it. Zal vast wel weer iets op me aan het wachten zijn ofzo. Wel echt heel toevallig hè, dat we het op deze manier gewoon vinden. Wat wel. Soms zit de toevalligheid hem in een klein hoekje jongens. Is dat een uitspraak? Nou, dan niet meer nou, man. Niet meer nou. Nee, het is geluk zit hem in een klein hoekje. Toch? I don't know. Oh! Een geit! Sup met Ditto Spokudo. I can probably kill you for meat. So, you know. I'm sorry, man. There you go. Oh, leuk gedaan. Van Resident Evil. Dat je ook gewoon beesten kan killen en zo. Voor meat. En dat je dat dan weer kan verkopen. Bij Hollebolle Gijs. Leuk gedaan. Hello guy. Dat dacht ik dus al. Sank! Wat dan ben jij voor grote reus dan? Why yo maat. Bonk. This is the moment. To use it. Bonk. Eerlijk, dat doet je wel pijn hè. Oh, maar het doet je niet heel veel pijn. Het doet je minder pijn dan ik had verwacht. Boy, yo, maat. Ik vind het niet normaal eigenlijk. Hoe weinig pijn het je doet. Wacht, ik heb een idee. Wacht, als je nou even blijft staan. Dan shortcut ik deze heel even. Zo. Pak even de sniper. Zit ik je dwars door je paas heen. Oh! Oh, dat was ook de verkeerde knop. Dat wilde ik eigenlijk helemaal niet doen. Hoe ga jij dood? Kan je überhaupt dood? Christ. Is die guy niet te killen? Wat is de deal? I don't get it. Wat is de deal met deze guy?
Wat is hij sterk? Wow. Maar hij gunt mij dus de treasure niet. Dat is een beetje wat op neerkomt. Maar hoe kunnen we hem dan wel? Ik heb echt veel dingen geprobeerd. Ik heb hem zelfs op zijn kop geschoten en zo. Maar dat deed ook allemaal vrij weinig voor mijn gevoel. We gaan sowieso even terug naar Hollebol Gijs. Want ik heb ammo nodig. En we kunnen nog heel veel dingen verkopen. Dus als we dat doen, heb ik best wel wat ammo. Alleen, ja, ik heb niet het gevoel dat ik met... dat ik hem met kogels kan killen. Nou man, hoe gaan we die gast ooit killen, joh? Die paupert. Hij is echt strong as hell. Strong as hell. Oké. Well. In ieder geval. Hollebolle Gijs. Sup, my dude. Welcome, Ethan. Ja, dankjewel. Wat gaan we tegen die gast doen? Kan je me niet even wat advies geven of zo? Dit verkopen we. Dit verkopen we, ja. En dat is dan wel even goed. Zo, die levert 50.000 op. Kan je nagaan. We hebben nu net 1200 damage. 3 keer gedaan. Is niet dood gegaan. Heb ik dan serieus mijn rockets gewaste nu? Ooh, where did you get your hands on such dat, a thing? Dat zou echt lelijk zijn als dat zo is namelijk. 16 ruggen, dan kunnen we hem upgraden. Hoeveel power doet dit ding, joh? Mogen veel. Modification can be done in just a moment. Oké. Okay. Leave this to me. Sniper heeft nu ook heel veel power. Handgun ammo is dit, hè? Ja. Hebben we nou weer wat? Please come again. Hoe kan ik nou zo weinig hebben? Moet je hem eerst reloaden de hele tijd? Ja, wil ik. Of is het echt gewoon per kogel wat je betaalt? Dat is gewoon echt fucking duur, namelijk. Thank you for your patronage. Oké. Ik ga nog 1 keer terug naar die gast toe. Ik wil echt even weten of we daar nu al iets moeten kunnen of niet. Want we hebben natuurlijk nog niet echt heel erg onderzoek gedaan of zo. I don't know, man. Zodra ik überhaupt in die area wil komen, dan ramt hij me al tot snot. Dus wat kan de bedoeling zijn? Geen idee. Let's find out, jongens. Let's find out. We gaan nog terug. En we gaan kijken of we iets tegen hem kunnen beginnen. Of dat hij gewoon voor ons veel sterk is. En dat ik hem met rust moet laten. Dat we gewoon de treasure niet kunnen pakken. Zou raar zijn. Iedereen is te killen, toch? Zou je zeggen. Kijk, hier ging hij al lijp doen. Ja, hebben we hem weer. Over, but I don't care. We hebben hem. Oh, wat een strong ass. Piece of shit. Holy damn, man. You can all die. Oh, hey joh. Dat staat echt niet in ons agreement. Oh. Laat me even reloaden, joh. Kom. Thank you. Nou, maar al mijn ammo is weer op. Dus dank jullie wel.
But this treasure is mine. Wat zit er in deze schat? Show me! Show me the goods! Is dat het? Of is het goed? Ik mag hopen dat het goed is. Wat kan ik hiermee dan? Is dat het? Is dat het? Heb ik daarvoor echt deze hele paupergrote reus met 5 miljard kogels moeten omver moeten beunen? Is dat het? Nee hoor, ik ben niet teleurgesteld, jongens. Nee. Dit is echt precies wat ik ervan had verwacht. Het voldoet volledig aan mijn verwachtingspatroon. Absoluut, ja. Jesus Christ, wat een disappointment. Holy fuck, man. Dit is echt gewoon een big disappointment. Ik kan niet anders zeggen. Big disappointment. Laten we dan maar hopen dat het echt 100k oplevert of zo. Als het 100k oplevert, it's fine. Oké? Dan is het fine. Denk ik. Dan kunnen we wel weer ongeveer dat aantal kogels ervoor terugkopen. Daar hebben we het nergens over. Maar als dit echt legit maar 20k oplevert of zo, dan word ik mad. Dan is dit echt de meest shitty-ass treasure die ik ooit heb gevonden in deze game. Goed, we gaan het zien, We gaan natuurlijk terug naar Hollebolle Gijs. We gaan gelijk verpatsen die Gijs, want we kunnen er ook niks anders mee. Het is gewoon very valuable. Dus heel veel meer dan dat kunnen we er dan niet mee, lijkt mij. Hallo. Well then, feel free to peruse. Ja, ik heb iets leuks voor je. Ik heb iets... Oh, wacht, dat is die. Ja, oké. Okay. Meen je dit? One of the four. Aha. Kan ik maar 2 kogels bij jou kopen? En dit kan ik ook niet meer bij je kopen. En dit kan. Oké. Hebben we nog van die explosive rounds dan? Die kunnen we wel kopen. Eentje maar. Jezus, jongens. Thank you for your patronage. Wat zit ik low met ammo dan? Moet je kijken, hé. Dit is toch niks? Rusted scrap. Heb ik ook amper. If it's just looking, wow, we hebben echt een probleem. We hebben gewoon legit echt een probleem. Want eerst volgende geikies die ik tegen ga komen. Ik heb amper ammo. Take care. Ik heb legit amper... Oh, hier kunnen we wel saven. Nou, dan vind ik het voor vandaag wel weer mooi geweest. Voor vandaag was het voor mijn gevoel wel weinig doen om verder te komen in de storyline. Maar ik wilde gewoon even een beetje ontdekken wat je nou precies allemaal met die treasures kan. Dat doet ook best wel één big disappointment. Ik bedoel, we hebben die grenade launcher. Ja, allemaal leuk en aardig. Kunnen we trouwens als goed reloaden. Moet ik eerst dan weer equippen. Maar ja, weet je, ja, ik weet niet. Het voelt nou niet echt alsof ik nou echt het ding heb gevonden. Plus, ik weet ook nu niet heel erg hoe ik verder moet. Waarschijnlijk zal het wel iets met die wolf zijn. Ik zal hier denk ik heen moeten. Gaan we allemaal in de volgende aflevering zien. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken deze Resident Evil aflevering. Vond je het wel leuk? Doe zeker weten. Een duimpje omhoog natuurlijk. Abonneer bij kanaal voor meer. Zie ik jullie morgen hopelijk allemaal weer terug. Of nou, trouwens vanavond om 7 uur. Bij weer een nieuwe Warzone video. Later.